Vice-president Ronnie Brunswijk reageerde vandaag op een vraag van een journalist met betrekking tot de beschuldigingen dat hij ook medeplichtig is aan de sociaal-economische crisis hier in Suriname. Wij voeren u terug naar dit gesprek. Nou kijk, iedereen heeft zijn mening. En ik weet niet of we dat bewust hebben gezegd, maar in ieder geval is de vice-president die ook bezig om richting te geven, helpen richting geven aan. Vandaar dat ik je elke woensdag dat je me hier ziet, dat wij dan het beleid uitstippelen. Zaken worden hier goedgekeurd. Het beleid dat we zien wat er moet gebeuren. En wanneer de ministers komen met hun zaken en die worden hier goedgekeurd, dan moet u maar kijken hoeveel van die missieven zijn uitgevoerd. En als alles wat wij hier plannen, alles wat wij zeggen van dit is om het beleid te ondersteunen, worden hier besproken en hier goedgekeurd. Maar als er geen financiële middelen daarvoor zijn om dat uit te voeren, dan, ja, dan mag je nog zoveel dingen doen die je wil. Ik zeg je, ik moet deze microfoon hebben om mijn werk te doen, want anders heb ik geen geluid. En je koopt het niet, dan heb je ook geen geluid. Dus alles wat wij hier doen bijvoorbeeld, het vice-president doet niks, dat is niet waar. Als je gaat kijken naar hoeveel vergaderingen we hebben gehouden, hoeveel besluiten hier zijn genomen en die worden niet uitgevoerd, ja, dan mag je nog zoveel dingen zeggen wat je hebben wil. De vice-president is mede verantwoordelijk, maar ik ken mijn taak als vice-president en dat voer ik uit. Wat ze nog over u zeggen, immers de VP is kampioen in friends en family benoemingen van deze regering die door de samenleving ernstig worden afgekeurd. Terwijl juist de vice-president als voorzitter van de Raad van Ministers friends en family benoemingen zou moeten voorkomen en of belemmeren. Wat zegt u hierop? Nou kijk, wanneer benoemingen alleen hier, bijvoorbeeld in de verklaring van de vice-president, mensen worden aangetrokken, dan zou je dat zeggen. Maar niet alleen in deze forum worden mensen in dienst genomen. Dus ik weet niet waarover men zegt. Maar ik zie dat bepaalde Surinamers, wanneer bepaalde mensen aan de macht zitten, dat men niet durven om te praten. Ik ben ook voor kritiek. Als men dat zegt, dat ik familie in dienst heb, ik ga niet zeggen van dat is niet waar. Want we hebben inderdaad familie in dienst genomen toch. Maar toen, vorige regering, alle sleutelpositie, misschien door maar één persoon wordt ingevuld. En alle beleid wordt via daar gecoördineerd. Niemand zegt er wat. Ik wil geen namen noemen, maar ik kan u ook verwijzen naar de laatste regering, Boutersen Adien. Zelf, toen ze hebben overgenomen, was er een hele leger gegeven aan zoon van een president. Daarna is de dochter van de president, was alles wat moet gebeuren in het land, moet via haar gaan. Maar niemand durfde wat te zeggen. Maar in ieder geval, wanneer men zegt dat het is niet zo erg hoe men zegt, het is friends and family, het is niet zo. Dus omdat, nee, ik zeg, ja, ik ben kampioen. Ik ben altijd kampioen. Dat is geen probleem. Ik ben niet bang om dat te zeggen. Wanneer wij naar de stembussen moeten gaan, dan rennen we achter die mensen. Dan moeten die mensen ook helpen. Dan willen men zeggen, friends and family, ze mogen zeggen wat ze willen. Maar wij gaan doen binnen de mogelijkheden van de dienst. Kunnen we mensen, je kan niet abnormaal mensen in dienst nemen, maar wanneer er daar mogelijkheden zijn, dan ga je mensen accommoderen. Ja? Dus ik ga niet onder banken en stoelen schrijven dat ik geen familie in dienst heb genomen. Dat doen wij. En dat heeft al die andere regeringen ook gedaan. Maar niemand durfde te praten. Maar ik ben wel blij dat men nu durft te praten. Ik ben open, je mag kritiek leveren. Ja. Ik word niet eens boos. We rijden net langs de Fred Derbystraat, Wanikastraat. En we zien dat ondernemers nu hun haven en goed wederom beginnen te beschermen. We zien mensen beginnen weer hardbord te plaatsen voor hun ruiten. Omdat er een grote actie is aangekondigd op 24 maart. En die samenleving is bang van wat er is gebeurd op 17 februari en men vreest weer het ergste. Wat gaat de regering, wat zal de regering hierop doen? Nou, in ieder geval, het is besproken. En u mag weten dat ik ook bezorgd ben wanneer
mensen aangeeft dat we weer geweld gaan gebruiken, we gaan plunderen, we gaan dit doen, dan ben je wel bezorgd als vice-president. Maar in ieder geval, de regering is er om orde en rust in de samenleving te garanderen. Dus dit laat ik voor de veiligheidsdiensten die hun werk weten te doen en dat zij hun werk moeten doen. Nou kijk, en ieder heeft zijn eigen wil. Wanneer bijvoorbeeld een bepaalde regering aanzit en die zegt van we willen nationaal dialoog en voorlopig daarvan willen we met organisaties praten, dan is het de mening van die regering. En als je niet meer weet doen, is toch je goed recht om te zeggen van ik doe niet mee. Dus je wordt, er wordt niemand gedwongen om te gaan zitten, om te gaan praten over een nationale dialoog. Dan niemand wordt gedwongen. Iedereen die zegt ik wil komen, dan ben je welkom als je niet wil komen. Nou, dan word je ook netjes bedankt en je mening respecteren we ook. Dus er is geen vuiltjes aan de lucht. Maar kunnen we nog steeds praten dan over een nationale dialoog? Nou, dit is nog geen nationale dialoog. Dit was een voorloper. Dus we voorgesprekken naar een nationaal dialoog. En als gaandeweg de rit en die voorronde van de nationaal dialoog, de regering ziet dat de nationaal dialoog niet hoeft, dan komt het niet. Dus na deze ronde gaan we evalueren en daarna wordt een nationaal dialoog ingezet aan de hand van de gesprekken die gevoerd zijn.